Yo gamers, welkom bij een nieuwe aflevering van GameGear TV. In deze editie gaan we een kijkje nemen naar de nieuwe Sharkoon console gaming headsets. Het gaat om de Sharkoon SX voor de Xbox en om de Sharkoon SP voor de PlayStation 3. We gaan nu een kijkje nemen wat er in de doos zit. Uiteraard hebben we de headset zelf. Het gaat om een witte headset voor Xbox en een zwarte headset voor PlayStation. De headsets zijn voorzien van een flexibele en stevige hoofdband. Verder vinden we de inline controller die voorzien is van een in-game volumeregelaar en een voice chat regelaar. Dit betekent dat je zowel het voice volume als het game volume afzonderlijk kan regelen. Daarnaast hebben we uiteraard ook de mute knop waarmee je het voice verkeer volledig aan of uit kan schakelen. Qua aansluitingen werkt het als volgt. Je hebt de gewone 3.5 mm aansluiting die je in je headphone jack van je pc steekt. Dan heb je de USB aansluiting die je ook voor Xbox zal moeten aansluiten, omdat deze de headset van stroom voorziet. Geen stroom is uiteraard geen geluid. En dan hebben we nog de microfoonkabel voor de PC. Beide headsets kan je dus aansluiten, zowel op de console als op je PC. Verder vinden we in de doos uiteraard de microfoon. Het gaat hier om een afneembare, flexibele microfoon die je als volgt kan aansluiten. Wanneer je dus wil gamen, sluit je de microfoon aan. Wanneer je een filmpje wil kijken of gewoon muziek wil luisteren, dan haal je hem er gewoon terug af. Voor de Xbox variant hebben we uiteraard nog de Xbox Voice Chat kabel. Deze is voorzien van een extra stabilisatieblokje, wat ervoor zal zorgen dat je niet zo snel een slecht contact zal hebben. Een heel mooie toevoeging dus. En tot slot hebben we nog één kabel die we terugvinden in de doos. En dat is deze. Het gaat hier om een tussenstuk waarmee je de headset ook via de Kinch aansluiting kan connecteren. Goed, dan rest ons enkel nog de vraag, wat mag je van deze headsets verwachten? Het gaat dus om twee entry headsets. De Xbox variant is al verkrijgbaar vanaf €60 en de PlayStation variant is al beschikbaar voor minder dan €70. Wanneer je dus echt een audiofanaat bent, dan zou je waarschijnlijk geen genoegen nemen met deze headsets en moet je op zoek gaan naar een iets duurder model. Wanneer je gewoon een headset nodig hebt waarmee je eens lekker kan gamen, gebruik kan maken van de voice chat op PlayStation of Xbox, zodat je niemand anders moet storen in huis of niet gestoord moet worden, dan zijn deze headsets zeker een optie. Beide headsets kunnen de concurrentie aan met de andere modellen die op de markt zijn. En mocht je dus nog niet hebben beslist welk gaming headset je onder de kerstboom wil, dan zijn deze twee modellen zeker het bekijken waard. Je vindt ze terug op www.gamegear.be. Mocht je nog specifieke vragen hebben, post ze dan in een comment op deze video of stuur een e-mailtje naar info@gamegear.be. Dat was het dan en ik zie jullie graag volgende keer opnieuw. Dag!